Okay, keeper! Thank you.
Ga door. Tempo. We komen er straks nog even op terug met de beide trainers. We gaan eerst even iets anders doen. U hebt hier achter mij gezien een groot bord, multicopy. Communication Company, Zwolle en Berkum. Ik wil graag Wim Sloots van multicopy hier bij me hebben. En de voorzitter van Berkum, Jan Teun Vuller. Ik denk dat ik het woord even ga geven aan de voorzitter en die gaat wellicht iets vertellen over wat er achter ons gaat gebeuren. Ja, goedemiddag allemaal. Fijn dat u er allemaal weer in zo'n grote getalen bent verschenen vanmiddag. Als ik geweten had dat er zoveel mensen waren, had ik nog net jasje aangedaan, net als Wim. Het was een mooi weer, het was een mooie middag en het wordt alleen maar mooier. Als vereniging heb je diverse partijen nodig die je ondersteunen, dat zijn je leden. Dat zijn bijvoorbeeld overheden, gemeenten, maar ook heel belangrijk, en daar hebben we grote getalen van hier aanwezig, zijn dat de sponsoren. En sponsoren zijn bij sportverenigingen van alle dag. En je hebt ook sponsoren die ooit eens een keer een van de eerste sponsoren zijn geweest. En een van de eerste sponsoren van voetbalvereniging Berkum was de meneer die rechts naast mij staat, Wim Sloots. En nog altijd is hij aan onze vereniging verbonden. En daar zijn wij als vereniging natuurlijk enorm trots bij, dat wij een ondernemer als Wim al zo lang aan ons hebben kunnen verbinden. Zo nu dan maakt Wim ook wel eens een uitstapje naar een andere vereniging, heb ik uit eigen ervaring meegemaakt. Maar dat is heel goed, want je moet ook zo nu dan eens in een andere snoeppot komen, maar als je altijd maar weer bij je vader en moeder thuis komt, Wim. En zo is het toch, hè? In het kader van het kampioenschap heeft Wim bedacht, ik ga wat bijzonders doen. Heeft hij een belofte gemaakt. En misschien dat het goed is dat Wim daar nu zelf nog iets verder over vertelt. Geef Wim even het woord.
Dankjewel Jan Teun. Nou ja, dat is inderdaad. Ik heb op de eerste thuiswedstrijd vorig jaar tegen Roel gezegd van nou, als jullie kampioen worden, dan stel ik een kampioenschapscadeau beschikbaar. En ja, maar wat moest dat zijn? Nou ja, ik heb de afgelopen maanden, dacht ik, veelvuldig met Roel en een van mijn collega's op bezoek gehad. En we hebben, Roel had iets bedacht. En we hebben dat samen overlegd en dat gaan we dan zometeen ook onthullen. En inderdaad, wat Jan Teun al zei, ik heb nog even nagetracht te kijken vanaf wanneer ik sponsor ben. Maar ik kom tot in de boeken nu tot vanaf het jaar 2000 terug, dus dat is best wel lang. En ik ben zelf 20 jaar ondernemer, dus dan kun je nagaan dat ik bijna 16, 17 jaar sponsor ben van Berken. En wat wou je zeggen? Oké. En nou ja, dus belofte maakt schuld. En vandaar dat we dan ook vandaag hier staan. Dus ik ben ook heel trots om dat te mogen doen. Ik heb voor het eerst ook dit jaar, als goed is hebben alle leden dit ook gehad. Nou, ik heb het vorig jaar bij Gene Muiden geïntroduceerd. En ik heb ook gezegd, van dan doe ik het dit jaar ook bij Berken. Speelde ik in de hoofdklasse. Nou, volgens mij is het best wel in leuke aarde gevallen. En gewoon het programma van de voetbalvereniging Berken is bij alle leden dus thuisgekomen. Maar goed, nogmaals, je zal zo meteen al zien waar wij ook goed voor staan. Dus signing, belettering, je kan zo gek niet bedenken waar maar een logo op kan, kunnen wij gewoon voor zorgen. En daar staan wij gewoon voor en dat is denk ik ook hartstikke belangrijk. En voor de rest heb ik daar weinig aan toe te voegen. Nou, ik wel aanbeveling vanuit onze kant van de voetbalvereniging. Als u zoiets heeft, denk ook aan Wim. Ik denk dat we overgaan tot het plechtige moment. Ik voel al enige brokken in mijn keel komen. Hans, zullen wij daar gaan staan? Ja, ik zou zeggen voorzitter en directeur. Ja, misschien is het dan nog wel eventjes vernoemenswaardig. Ik zou eerst, dacht ik, met Roel de opening verrichten. Maar Roel die zei van Jan Teun is voorzitter, daar niks mis mee. Maar ik wil toch wel een applaus voor Roel, want hij heeft uiteindelijk het resultaat samen met mijn collega's tot een fantastisch mooi ontwerp gemaakt. Dus we gaan er zo, laat me zo zeggen, we gaan het nu onthullen en dan vind ik zeker een applaus ook voor Roel waard. Kunnen we ook nog wat kapot maken? Ja, ik moet er even bij zeggen, dit prachtige ding komt, sorry, dit ding is, klinkt een beetje oneerbiedig, hè. Dit prachtige ontwerp, dat komt in de bestuurskamer daar te hangen op die kale muur, daar komt die je hebt het al gezegd, je bent ontzettend lang als sponsor. Ik wil eerst even naar de wedstrijd van vanmiddag. Heb je genoten? Ik heb zeker de eerste helft genoten. Ik vond de tweede helft, toen we begonnen, de eerste 20 minuten na de tweede helft, dan zat ik echt met de zenuwen in de handen. Want Staphorst was meer op bij het doel van Berken. En het was wel rommelig voetbal, veel fouten over en weer gezien. En ik denk ook als Staphorst door had gedrukt in die eerste 20 minuten, dan had Berken zeker een hele moeilijke eindfase gekend. En was nu ook wel zo, maar het was eindgoed al goed. Maar... Ja, dan kijk ik op het scorebord op de tv, dan zie ik dat Berken koploper is voor Excelsior 31 en voor jouw clubje Gele Muiden. Hè? Nou ja, wat ik zo straks ook al zei, Berken is mijn eerste club en Gele Muiden sinds 3 jaar ook, daar dragen wij ook een warm hart toe. En ik moet eerlijk zeggen, we zijn denk ik ook wat vaker bij Gele Muiden dan Berken, maar nogmaals... ik ben hier het langste sponsor en ik ben al 40 jaar Zwolenaar, dus ik voel me hier ook gewoon thuis. En daar ben ik gewoon hartstikke dankbaar voor. Site van jullie kijkt, dan tik ik Multicopy aan. Jullie zijn niet alleen een Zwolens bedrijf. Nee, Multicopy is een franchiseorganisatie, heeft 70 vestigingen door heel Nederland, van Maastricht tot Groningen. De moeder van Multicopy is een Amerikaans bedrijf.
zit ook in de grafische branche, maar ze hebben ook de grootste camperverhuurorganisatie in Amerika. Daar zijn ze ook eigenaar van. Dus het is een vader en zoon, een familiebedrijf, ja, die het ontzettend goed met elkaar doen. En wij mogen elk jaar in januari ook de board uit Amerika, die op onze conventie in Utrecht, mogen wij die bezoeken. Of althans ontmoeten. En dat zijn ontzettend lieve mensen. Dus, de man is 72, 73, maar ontzettend begaan met Multicopy Nederland. Ja, ik wil even, omdat ik vaak met het programmaboekje te maken heb met jullie, wil ik natuurlijk ook Patrick en Jurgen noemen, die op het ogenblik heel goed bezig zijn met het programmaboekje. En je hebt twee zaken in Zwolle. Eén in de binnenstad en één op de Maaslanden. Wat is het verschil? Nou ja, in de binnenstad ben ik 20 jaar geleden begonnen. Toen zat ik nog op de Nieuwmarkt naast Café de Hetebrei. En toen zat ik ook nog in het bestuur van het Citycentrum. Dus ik wist ook al heel snel dat de Nieuwmarkt omgetoverd zou worden tot een horecaplein. Dus ik ben, toen het huurcontract was afgelopen, snel gaan zoeken naar een andere locatie. Toen ben ik op het Gassersplein terechtgekomen in 2010. En daar zit ik nu nog mijn huurcontract uit. En dat zal, ik denk nog een jaar, anderhalf jaar duren. En dan ga ik daar ook weg. Want dat is meer nu particulier gericht. En in de Maaslanden is het echt zakelijk business to business. Als ik een stuk of wat verjaardagskaartjes wil hebben, een stuk of 20, 30, of ik wil er 1000 hebben, maakt niks uit. Nee, of je nou één dingetje wil hebben of 100 of 10, of ja, elk aantal is gewoon te doen. En het is juist nu vergeleken met vroeger, alle opdrachten worden gewoon kleiner, specifieker. En daardoor kunnen wij ook gewoon nog marge en winst blijven maken. Wij onderscheiden ons gewoon van de internetaanbieders. Van de week was er ook nog een bedrijfje vlakbij ons in de Maaslanden. Die zei van ja, je bent wel iets duurder, maar 's morgens de bestanden aangeleverd, 's middags om 3 uur opgehaald. En dat is de kracht van ons, daar kunnen wij heel snel op inspelen. En de scheidsrechter Wijmer had de gele kaart voor Björn Bakker van Berkum en de rode kaart voor Jordi Lemmens. Gaan we eerst naar de trainer van Stabhorst, Jan Flap. Jan, ik heb vanmiddag een wedstrijd gezien die leuk was om aan te zien van twee voetballende ploegen. Ik vond het niet een goede wedstrijd, maar dat is mijn visie erop. Maar het zijn wel twee ploegen die proberen te voetballen, alleen ik vond dat er absoluut geen voetbal in zat. Ik vond het van beide kanten heel snel lange ballen, zonder dat er echt een opbouw was. Dan moet je zelf iets beter doen. En dat vind ik dat we het niet helemaal goed hebben gedaan. Maar ik ben blij als jij als neutrale toeschouwer het goed voetballend vond. Vind ik mooi. Maar ik vond het heel matig wedstrijd. Wat vond jij wat beter moest bij jullie ploeg? Nou, ik vind... je weet dat Berkum natuurlijk heel snel vanuit achteruit de cross op de beide buitens, hè, op Johnson en op Chris gooit. Ja, en als je dan niet vanuit je centrale duo rugdekking gaat geven en de beide buitens in de bal laat komen en die op snelheid laat komen, dan kan je als back nooit verdedigen meer. En dat vond ik heel matig. En dan krijg je de kans op 1-0 en 10 seconden later ligt je op de andere kant erin, terwijl we het erover hebben gehad, het schakelmoment. Dan maak je gelukkig de 1-1. Ja, en dan kom je met de tweede helft met een man meer te voetballen. Ja, en dan ben ik een trainer, hou ik niet 4 man achterin, maar ga met 3 man opspelen en gooi ik een extra spits gooi ik diep. Ja, er is niks aan de hand, alleen dan krijg je een moment dat de linksback eruit ging even. Mijn linksback die dribbelt op, speelt hem verkeerd in. Ja, en die jongen die al of niet dat hij een berichtje had gehad dat hij erin mocht, die loopt het veld in, krijgt de bal en het is 2-1 achter. Ja, er stond op een gegeven moment alleen je centrale verdediger, die stond tegenover Bakuna. En er stond 2 man van Berkum stond totaal vrij. Het was, ja, ik weet niet eens 2 man was, maar mijn linksback was inderdaad, die dribbelde op en die had volgens mij verder kunnen lopen, alleen die speelde hem in. Ja, en die heeft balverlies en dan komt daar een jongen buiten de lijn erin lopen. Ja, dan vind ik niet zo vreemd dat hij vrij staat. Kom je nu op 1-1, dan ga je de rust in, 1-1 stand. Wat zeg je dan tegen je ploeg? Nou, dat je heel voorzichtig moet wezen met je balverlies en met name een omschakelmoment. En daar moet je heel scherp op wijzen. En voor de rest iets meer gebruik maken van dit veld. Want dit veld is natuurlijk ontzettend traag. Dus je moet daar op wennen en gewoon ballen dieper wegleggen. Want ze remmen toch wel af. En dat is iets wat ik vond dat wat beter had gekend. Dan komt Berkum met 10 man te staan. Dan heb je op een gegeven moment het idee dat Berkum zich moet beperken tot het wegwerken van de bal uit de verdediging. Ja, maar dat is ook logisch. En dat doen ze alles aan. En er is ook alles geoorloofd tot aan de scheidsrechter gezegd, mag niet meer. Daar heb ik geen probleem mee.
En dan kom je toch op 2-1. Op 2-1 achterstand. Ja, precies, ja. Wij kwamen 2-1 achter. Nou ja, dat moment heb ik al beschreven. Dus, en dan hoop je nog een slotoffensief. Maar ik moet zeggen, ondanks dat je, ik denk, 8 meter lengte voorin hebt lopen. Ja, het aantal ballen wat in de 16 is terechtgekomen, dat is op één hand te tellen. Ik denk op één of twee te tellen. Kun jij als voetballiefhebber ook genieten van zo'n aanval waar Berkum die 2-1 uitschooit? Ja, maar dat was uit het boekje fantastisch. Omschakelmoment pakken, loopacties naar binnen komen en de linksbuiten komt over in de as, legt hem terug op een 16 en schiet binnenkant voet in. Fantastisch. Alleen ja, het was tegen mij, daar ben ik er niet zo blij mee. Hoe ver ben jij tevreden wat er tot nu toe gebaseerd is door de Staphorst? Ik vind mooie vragen allemaal. Ik weet niet wat je er allemaal hebt opgeschreven, maar... Niks doe ik allemaal uit het hoofd. Okay. Nou ja, laten we eerlijk wezen, het was niet slecht. Alleen de punten waren er niet. Alleen ik vond het vandaag wel slecht. Met name de tweede helft vond ik heel matig. Dus ja, dan kan je achteraf weer gaan praten van hadden we dit of hadden we dat. Of hadden we tactisch dit of hadden we tactisch. Uiteindelijk komt het op één ding neer, dat is met je hard voetballen. En waar je naar staat, sta je links buiten, rechts buiten, spits, maakt niet donder uit. Je moet met je hard gaan voetballen en zorgen dat je punten pakt. Oké, dan gaan we naar je collega, Allert van der Meer. Allert, vanmiddag vuurdoop bij het eerste elftal van Berkum. Je hebt wel in de voorbereiding gedaan. Ik dacht, competitiewedstrijden nog niet. Nee, dat klopt. Ja, en dan moet je tegen Staphorst. Hoe breid je je ploeg op voor? Want Staphorst is in mijn optiek, was dat een van de kanshebbers voor de titel. Is trouwens nog steeds, maar goed. Het is een van de betere ploegen, laat ik het zo zeggen. Ja, kijk, vorige week hebben we de wedstrijd verloren tegen Excelsior. En een aantal zaken waar we gewoon niet goed hebben gedaan. Dus deze week hebben we ook veel tijd gestoken in organisatie, veldbezetting. En ervoor te zorgen dat we veel energie in de wedstrijd kunnen leggen, omdat Staphorst er ook aan de dag legt. Dus minimaal gelijk daaraan zijn en als het kan nog ietsje meer natuurlijk, omdat je graag de wedstrijd wil winnen. En van tevoren hadden we al gedacht dat het een lastige wedstrijd zou worden, want Staphorst is gewoon een goede ploeg. En ook een lastige ploeg om tegen te spelen. Dus wij hebben gewoon het ingestoken om de veldbezetting goed voor elkaar te krijgen, de organisatie verdediging goed voor elkaar te hebben en veel energie erin te steken. En dan kijken wat Schip dan. Ik heb het gezegd, jullie komen op 1-0. Daarna komt Staphorst op 1-1. Wat zeg je dan tegen je ploeg? Want op een gegeven moment dan word je toch teruggedrukt. Ja, het gevoel bij de groep was dat we de wedstrijd wel redelijk onder controle hadden op een paar momentjes na. Dan weet je, mogelijkheden tegen ploeg Staphorst krijg je altijd tegen. Dus daar moet je niet snel van in de war raken. We hebben gewoon het gevoel gehad dat we de controle hadden in de wedstrijd. Dat de organisatie goed stond. Dus vanuit daar zijn we gewoon doorgegaan in de tweede helft. En met hetzelfde gevoel als we de eerste helft zijn begonnen. Dan moet je pak een beet halverwege de eerste, tweede helft met Timon verder, omdat Jordi Lemmers eraf gestuurd wordt. Ja, begin je dan te knijpen? Of zeg je, want op dat moment was eigenlijk, ik heb het ook met Jan gezegd net, kwamen jullie behoorlijk onder druk te staan en moesten jullie je eigenlijk beperken tot het weghouden van die ballen uit de 16? Ja, ik heb wat Jan al aangegeven. Kijk, op een gegeven moment kom je 10 man te staan. Moest je wat omzettingen doen. Dus je gaat met 2 voorop spelen en 4 achterop en de rest op middenveld. Wat mij dan inderdaad opviel, dat geef ik dan ook aan, dat ze weinig lange ballen gingen spelen, met lange spitsen voorop. Dus dat speelde ons eigenlijk alleen maar in elkaar, waardoor we dus redelijk makkelijk konden schuiven en de druk konden houden. Kijk, natuurlijk kun je niet altijd maar duels pakken en duels winnen, maar als je de ruimtes gewoon probeert dicht te houden en klein te houden, dan kom je heel ver. En als die ballen er niet in komen, ja, dat speelde ons in de kaart. Er zat voor mij een fanatieke Berkum supporter, die zegt tegen mij toen het 1-1 was, hij mag wat mij betreft al voor het eind fluiten. Oh ja. Ja, nou kijk, normaal gesproken kan ik dat voorstellen. Weet je, 10 man tegen goede ploeg als Staphorst. Maar wij hadden wel als groep zijn het gevoel dat hij gewoon iets te halen viel. En met snelle spitsen voorop krijg je altijd mogelijkheden. Ook met 10 man. Ik had het met een kleinzoon van mij erover. Die ik zeg, ik ga volgende week naar Ajax toe. Die was helemaal wild enthousiast. Toen ik zei dat tegen de amateurs moesten, werd hij wat minder enthousiast. Maar volgende week tegen Ajax. Ja, klopt. Ja, kijk, Ajax is net als die andere tegenstander. Verder niks bijzonders. Het is gewoon weer een wedstrijd die we gewoon goed moeten voorbereiden. En ik ben benieuwd hoe we het daar gaan doen. Maar ik vind Staphorst persoonlijk meer aanspreken dan Ajax in dit geval. En het is gewoon weer een wedstrijd. En laten we gewoon weer goed voorbereiden. Oké, ga ik nog even naar je collega Jan Flap. Jan, Staphorst spreekt meer aan dan Ajax. Ja, maar dat begrijp ik heel goed. Ja, maar dat laten we eerlijk wezen. Dat hebben wij toch ook. Ik bedoel, we hebben toch niks met een Ajax te maken. Dat is niks ten nadeel van Ajax. Maar ik vind het mooi. Een Berkum, Genemuiden, HZVV houdt liever een beetje in de regio. Want dat is toch veel mooier ook voor het publiek om naartoe te gaan. Je gaat volgende week waarschijnlijk naar een toekomst toe. Ja, daar lopen 10 man van de thuisclub. En de rest is alles wat van Berkum. Dus ik bedoel, dit zijn gewoon wel leukere potjes. Wie krijgen jullie volgende week? Wij mogen het nu 2 keer thuis tegen Huizen en Excelsior. Ik hoop dat jullie er in ieder geval tegen Excelsior 3 punten pakken.
Nou, Huizen mag ook wel hoor, in dit geval. Dus als je de stand ziet, zijn we niet het risico voor jullie. Dus beide mag ook wel hoor. Oké, ik dank jullie vriendelijk. Jan Flap, Alad van der Meer, bedankt. Naast me Dominique van Hoofd. Ze hebben mij al gezegd van, je moet een stikje doen op het moment dat je een overwinning binnengehaald hebt. Ik heb het idee dat ik mijn stikje vandaag om kon doen, dankzij jou. Nou, dankjewel. Mooi compliment. Maar dat is niet alleen dankzij mij. Het is gewoon dankzij de hele ploeg. Als je ziet hoe we erop klappen vandaag. Op middenveld, achterin, voorin. De jongens die werken zich helemaal slag in de ronde. En dan kom je na een uur, denk ik, met 10 man. Sta je op 1-1. Ja, dan ruiken zij hun kans. Ik denk dat we daarna nog harder zijn gaan vechten. En dat wij gevaarlijker zijn geweest dan zij. En uiteindelijk verdient winnen met 2-1. Maar zo'n wedstrijd, zeker als je naar de eindfase kijkt, weet je wel, dan zijn we zo volwassen om ook een bal het publiek in te jagen. Op het moment dat het even kan, dat het in ieder geval het tempo uit de wedstrijd halen. Dat zijn wel de dingen waarin Berkham heel erg gegroeid is, hè? Nou, mooi hè? Ja, nee, ja, goed. Kijk, er zijn veel jongens die echt wel weten wat er gevraagd wordt. En dat zie je gewoon terug. Nou, het is mooi dat er jonge jongens bij komen die gaan daar ook in mee. En daar help je elkaar gewoon heel erg mee. En ja, iedereen weet wat zijn taak is en iedereen die voert dat gewoon goed uit. En als iedereen dat zoals vandaag goed uitvoert, dan kun je resultaat halen. En had ik tegen DFS heb ik al gezegd, die wedstrijd ben je ook min of de mensen. Dan had je 17 fantastische reddingen. Vandaag zag ik wel minimaal 5 die ook heel belangrijk waren. Welk was de moeilijkste? Ja, niet zozeer een moeilijk of zo, maar je moet ook een beetje geluk mee hebben. Die bal die ertussen valt en die dan, dan maak je zo groot mogelijk om de kans voor hem zo klein te maken. En dan schiet hij hem tegen je aan. Ja, dat is wel fijn. En als je dan daarna het voorzetje kan afvangen en je kan Johnson diep sturen. En dan komt er ook een doelpunt uit. Ja, dat is extra mooi natuurlijk. En dan gaan we volgende week, tenminste vorige week Excelsior gehad, dan laaipunten liggen. Geen schande vandaag. Pak je 3 punten tegen een potentiële kampioenskandidaat, zeg ik ook heel eerlijk, vanuit de voorbereiding. En dan gaan we volgende week naar de toekomst in Amsterdam. Een heel andere wedstrijd weer? Ja, elke wedstrijd is anders. Gewoon elke wedstrijd weer ingaan met een goed plan. Iedereen zijn taak uitvoeren en dan kunnen wij tegen iedereen punten halen. Vorige week ging dat minder. Nou goed, dat is geweest. Moet je ook niet meer te lang over nadenken. Dat is besproken. En dan ga je weer verder naar de volgende wedstrijd. En zo zien we dat gewoon ook. Echt wedstrijd op wedstrijd. Volgende week is Ajax. En daar gaan we weer een hele week voor trainen om daar ook 3 punten te halen. En weer de koploper, hè, vandaag? Ja, dat is bijzaak. Aan het einde van het jaar dan weet je waar iedereen staat. En dan wil je zo hoog mogelijk staan. Maar wij moeten gewoon normaal doen. En met de benen op de grond blijven staan. Onze punten pakken en zo snel mogelijk, zoveel mogelijk punten halen. En, dat is het belangrijkste. Daar focussen we ons ook op. En daar zijn we elke week hard voor aan het trainen. Wedstrijd per wedstrijd. Ik denk dat de beste keeper van de hoofdklasse ben je ook wel siert. Met de beide benen op de grond en toch als koploper. Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Bedankt voor het compliment. Maar elke wedstrijd is weer een nieuwe. En daar gaan we gewoon zo goed mogelijk in. Tot volgende week. Dankjewel.